Knoop deze naam maar vast in je oren, Joël Rabelier. Deze jongen van 13 uit Deventer kan wel eens een nieuwe superster worden. Hij heeft een cd gemaakt met een smartlap over een kat die doodgaat. En kenners denken dat het plaatje een grote hit kan worden. Frits Spits zei er in zijn radioprogramma dit over. Volgens mij is het een top 10 hit. Een clip van hem is er niet. Vandaar een live optreden in zijn kamertje. Voor het eerst op de Nederlandse televisie. Ik zei en wat ik dacht, nou mag iedereen beweren, het was een doodgewone kat. Die jongens er dan uitgekomen? Jazeker. Ik hoef nooit meer voor de spiegel te gaan staan. Waarom niet? Want dan kan ik naar de tv gaan kijken. Maar wat hebben wij elkaar nog vele jaren, lieve. Toch heeft Joël er zelf een beetje voor gezorgd dat zijn droom is uitgekomen. Hij heeft er echt iets voor gedaan. Al jarenlang speelt hij op straat, vaak op zaterdag. Hij verdient er soms wel 80 gulden mee. Joël zingt dan Engelse liedjes en ook Een doodgewone kat. Een nummer dat hij al op de basisschool leerde. En dan is er Eddie Morsink uit Enschede. Hij heeft een muziekstudio en schrijft liedjes. Toevallig was hij een tijdje geleden in Deventer. Winkelen op een doodgewone zaterdag. En toen hoorde ik een stemmetje in de verte. En in eerste instantie dacht ik nog dat het een meisje was van een jaar of 17, 18. En toen kwam ik op een plaats aan en zit daar een heel klein jongetje van een jaar of 11 met zo'n gitaar te spelen. Zo is het eigenlijk gegaan. Joël mocht daarna een doodgewone kat opnemen in zijn studio. Heeft u een doodgewone kat voor mij van Joël? Natuurlijk meneer, het is deze week onze megatip. Alsjeblieft. Ja. Hier in Deventer, de woonplaats van Joël, is hij wel te krijgen, maar in de meeste platenzaken in ons land nog niet. De plaat moet eerst in de tipparade komen en dat gebeurt pas als de discjockeys van Radio 3 hem regelmatig gaan draaien. Als 13-jarige een cd maken bij een grote platenmaatschappij. Het is een kans van 1 op 1 miljoen. Maar voor Joël is het pas het begin. Hij wil later beroepszanger worden. Gewoon dat je dan gewoon optredens kan geven en dat gewoon mensen je herkennen. Wat lijkt je daar leuk aan? Ja, wat lijkt je daar leuk aan? Bekendheid, ja, wat is er leuk aan? Ja, wat vinden er zoveel mensen leuk aan? Dat weet ik niet, maar ja, gewoon bekendheid. In de klas leven de kinderen erg mee met Joël. Ze vinden vooral dat hij zo'n prachtige stem heeft. Maar straks krijgt hij de baard in zijn keel en verandert zijn stem. Ja, dan nu maar van de nog jonge stem genieten en dan zien we wel wat er later gebeurt. De kat die we gebruikten voor onze opnames is trouwens van de buren. Zijn eigen kat is jaren geleden weggelopen. En een nieuwe poes hoeft hij niet zo nodig. Maar over het beestje zingen wil hij maar al te graag.